Alle onduidelijkheden en ontevredenheid bij de Nigeriaanse boeren moeten weggewerkt worden, zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren bij het kabinet van de president aan een groep boeren die uit het reisdistrict is afgereisd om de staat te vragen naar een oplossing. De boeren zijn in actie vanwege ontevredenheid over het uitblijven van de tegemoetkoming van de staat in de vorm van een compensatie. Maar dan zijn er boeren die op dit moment dringende problemen hebben bij banken. En eentje heeft net een aanmaning gehad. De werkgroep gaat die gevallen apart bekijken. Alle boeren die nu problemen hebben met banken, zodat dat opgelost kan worden. Dan zijn er weer een paar boeren die sieraden in pand hebben gegeven om met het geld hun reisbedrijf in productie te houden. Die gevallen gaan we ook apart snel bekijken. Oké? En terwijl dit gaat plaatsvinden, gaan we een onafhankelijk team samenstellen. Want er is nog een discussie van, ja, maar die meneer heeft gezegd, hij heeft zoveel geoogd, maar het is niet waar. En die meneer zegt, hij heeft zoveel hectare, maar het is niet waar. Die dingen zijn er, maar ik wil niet dat die dingen moeten leiden tot spanningen. Dus we gaan een onafhankelijk team vragen, ga voor me berekenen, al die mensen. Ga met camera, ga met foto, ga voor me meten, ga alles doen voor me. Zodat we dit voor eens en voor altijd onzuinigd hebben. De president geeft aan dat de problemen in de rijstsector alleen in eenheid opgelost kunnen worden. Directeur Landbouw Sudeshan Jairam geeft aan dat de overheid wat tijd nodig heeft om na te gaan welke bedragen de boeren moeten ontvangen van de overheid. Nou, de president wil in feite de goede besluiten nemen. En je weet dus, bij een goede besluitvorming is goede informatie, de juiste informatie, het belangrijkste ingrediënt. Dus de kwaliteit van informatie is belangrijk, de hoeveelheid informatie is belangrijk. En de president wil dus toch wel hebben dat op basis van de, dat er gewerkt moet worden naar het verzamelen van de juiste informatie, opdat de juiste besluiten genomen kunnen worden. De boeren hebben de vorige week het gebouw van het commissariaat in het district Nikeri bestormd. Ook heeft een groep de weg gebarricadeerd om hun misnoegen te uiten over het wegblijven van de compensatie vanuit de overheid.